kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een hele leuke video. Of weet ik zelf. Ik heb namelijk een Stronger haul plus try on. Een beetje een review. Het is gewoon een video intake van Stronger. Ik heb weer wat setjes van hun mogen ontvangen. Dit is mijn tweede samenwerking met hun. En ik ben echt helemaal verliefd op de setjes van Stronger. Dit zeg ik niet omdat het een samenwerking is. Dit zeg ik niet omdat ik hier betaald voor krijg. Ik krijg er wel betaald voor. Maar dat is niet de reden dat ik het zeg. Ik vind dit gewoon echt oprecht mega, mega chille set. Ze hebben heel veel. Ik heb nu ook weer allemaal nieuwe dingen van hun gekregen. Ze hebben ook een nieuwe pastelcollectie. Ik heb dus al een paar setjes van Stronger in de kast liggen. Ik sport ongeveer 1 keer per week, soms 2 keer per week. En ik draag eigenlijk alleen nog maar Stronger. Omdat het gewoon zo super chill zit. Dus ik heb vandaag voor jullie deze video. En ik heb ook een hele leuke kortingscode. Met de code FLEUR20 krijg je 20% korting op je aankoop. Ik zal een linkje van de website en de kortingscode nog eventjes voor jullie in de beschrijving zetten. En dan gaan we zo beginnen. Want ik heb heel veel zin om dit aan jullie te laten zien. Sommige setjes heb ik ook nog niet eens opengemaakt. Dus laten we maar beginnen. Oké, ik ga beginnen met een setje die al vies is. En die stinkt. Want deze heb ik gisteren aangehad met sporten. Dit is echt mijn lievelingsset van Stronger. Ik heb deze nu in 2 nieuwe kleuren, maar ik had hem ook al in 2 kleuren. En ik vind dit setje gewoon echt helemaal top. Dit setje bestaat als allereerst uit een sport BH, sport top. Ik vind zelf in alleen een sport BH toppen soms best wel een beetje ongemakkelijk. Omdat de meeste sport BH's zitten echt tot hier en dan je broek tot hier. Nou, heb je nog best wel een groot stuk buik over. Deze sport BH's zijn dus echt super lang, waardoor ze op elkaar aansluiten. Dus je bent niet zo bloot. En dat vind ik gewoon heel erg chill. Dat je gewoon chill voelt als je aan het sporten bent, is gewoon super belangrijk. En in dit setje voel ik me heel erg chill als ik aan het sporten ben. Ik heb gekozen deze keer voor een beetje een olijfgroen kleurtje. Super mooie kleur vind ik dit. Dit is echt een van mijn lievelingskleuren. En er zit dus een beetje een soort van ribbelstofje in. Lekker ASMR. En daaronder heeft hij een elastieke band. En daarop staat ook nog eens Stronger geborduurd, gegraveerd, hoe je het wil noemen. Maar dit is dus de top. Die heb ik in een maatje S. En daarbij hoort dus een bijbehorende broek. En dat is deze. Ook deze heeft weer zo'n mooie dikke band. En staat hier ook weer Stronger op. Weer zo'n lekker geriept stofje. En er zitten dus 2 strepen op je, even kijken op welk benen zit. Op je linkerbeen. En er is dus een reden voor. Dat hebben ze dus verteld. Ik ga het even opzoeken. The story behind our 2 stripes on our clothes. They stand for the balance between inner and outer strength. Ik ben niet zo goed in Nederlands. Dus ik kan, of niet zo goed in Engels. Dus ik vind het een beetje lastig om dit te vertalen. Maar ze zeggen dat de 2 strepen op een been staat. Voor het teken van balans van buiten. Of je innerlijke en buitenlijke kracht, als ik het goed zeg. We believe that we all start our journey from the power we find within ourselves to build yourself a stronger lifestyle. Vandaar ook de naam Stronger. Maar dat is dus wel een grappig feitje over de band. Het is dus een teken van balans. Maar deze sportlegging zit mega chill, schijnt niet door. Je kan squatten wat je wilt. Ik ga zo meteen ook eventjes alle setjes aantrekken. Dan kan je ook zien dat het allemaal heerlijk squat-proof is. De legging heb ik wel in een XS, omdat ik het altijd lekker vind als leggings wat strakker zitten. En wat ik zo fijn vind aan deze legging is gewoon dat hij zo'n dikke band heeft. Dus je kan hem lekker hoog optrekken, hij is lekker high-waisted. Hij sluit mooi aan bij je benen, gaat niet lubberen als je hem bijvoorbeeld 2 keer achter elkaar aan hebt of zo. Dit is echt een van mijn lievelingssetjes, of dit is eigenlijk mijn lievelingsset. In echt een super mooie olijfgroene kleur. Dus dat is als eerst dit setje. Oké, ik heb de eerste set aan. Hij stinkt een beetje. Ik heb er gisteren gesport. Hij gaat zo meteen gelijk in de was. Maar dit is de eerste set. Dit is echt mijn lievelingsset. Zoals ik zei, hij sluit gewoon heel erg mooi lang aan. Waardoor je echt maar een heel erg klein stukje buik ziet. Wat ik gewoon super fijn vind als je aan het sporten bent. Hier heeft hij ook weer een mooie grote band. Hier dus ook. En achter sluit hij ook super mooi. Het is ook een beetje een halter op je rug. Wat ik gewoon heel erg mooi vind. En ik weet niet, ik vind gewoon dat je figuur er mooi in uitkomt. Mooie heup zo. Ik vind het echt een top setje. Dit is echt mijn lievelingsset. Als je helemaal bukt, zie je als het goed is niet dat mijn onderbroek doorschijnt. Ik hoop trouwens dat je het kon zien. Dit schijnt in ieder geval niet door. Ik heb er nu dus geen BH onderaan. En ik vind het nu gewoon heel erg fijn zitten. Het blijft lekker zitten. Ook als ik spring, gaat het allemaal niet heen en weer. Het blijft gewoon goed. Dus dit setje is echt een van mijn favorieten. Dan gaan we door naar de volgende. En die heb ik dus nog ook in een ander kleurtje. En dat is deze mooie donkerblauwe kleur. Ik ben echt verliefd op deze kleur. Ik heb in deze nog niet gesport.
Maar hij zit natuurlijk gewoon precies hetzelfde als al die andere. Maar het is weer zo'n topje. Het topje heb ik trouwens in een S. Ik heb qua cupmaat heb ik een 70D. En ik kan deze topjes aan zonder BH. Ik vind ook het lekker zonder BH. Want dan, ik weet niet, het zit gewoon het fijnst voor mij. Vooral met deze topjes. En ik heb deze dus in een S. Want dan vind ik dat hij gewoon het mooiste aansluit. Niet te strak zit. Dus een maat S. Maar ook deze heeft weer zo'n ribstofje. En hij is dubbel gevoerd. Hij heeft zeg maar twee stoffen over elkaar heen. Waardoor je ook niet, als je het koud hebt, bijvoorbeeld je tepel doorschijnt of iets. Dus dat is ook heel erg fijn om te weten. Ook deze heeft weer zo'n elastieke band met stronger erop. Super mooi afgewerkt. Dus dat is eigenlijk precies dezelfde top in deze mooie blauwe kleur. En daarbij ook weer precies dezelfde sportlegging. Ook weer in die mooie blauwe kleur. Deze heeft ook weer zo'n dikke band. Stronger erop, mooi ribstofje. En dit setje heb je echt in mega veel kleuren. Ik heb hem zelf hier ook nog in een beetje een bruin-grijs kleurtje liggen. Een beetje anthraciet is het. Ik heb hem in een beige kleurtje. Je hebt hem ook nog in het roze, in het grijs. In een ander soort beetje wit beige kleurtje. Dus je hebt echt super veel kleuren van deze sets. En ja, ik ben hier gewoon heel erg blij mee. Ik ga voor jullie eventjes opzoeken wat de sets kosten. De top die kost €39 en de broek kost €59. Dus voor €98 heb je een super mooie, goede sportset die niet doorschijnt, die niet lelijk zit. Jullie zullen het natuurlijk allemaal zien in de aanbeelden zoals ik zei. Maar dit is in ieder geval echt mijn lievelingssetje. Dus twijfel je over een set van Stronger, zou ik echt deze aanraden. Echt top deze. Ik denk dat dit echt mijn favoriete kleur is ook van allemaal die ik tot nu toe heb. Ik vind het gewoon heel erg mooi kleurtje. Ook deze weer gewoon precies hetzelfde als die groene. Alles zit gewoon lekker strak op zijn plek. Schijnt niet door als ik buk. Ik hoop dat je het kan zien. En waar ik net achter kwam. Ik heb helemaal niet verteld net. Maar er zit hier dus een gat. Dus dat betekent dat je zelf vulling erin kan doen. Als je dat fijner vindt. Dat er wat extra volume, extra stevigheid zit in deze tops. Kan je er dus zelf pads in doen. Super handig. Ik vind het heel erg chill zonder. Het zit gewoon allemaal goed. Het hoeft van mij niet meer of strakker. Het zit gewoon perfect. Maar stel je wilt het nou wel, kan je dus gewoon zelf aan de zijkant bij die gaatjes pads erin doen. Super handig. Wist ik niet. Echt een pluspunt. En verder ja, zit hij gewoon echt heel erg top. Hij zit ook mooi bij mijn benen. Ik ben 1,60. Maar als je langer bent, kan je deze broek ook sowieso aan. Maar bij mij is hij een beetje gekreukeld af en toe, zeg maar, omdat ik gewoon te veel stof heb voor mijn korte benen. Maar ja, ik vind dit gewoon echt een topsetje. Next. Sorry trouwens voor hoe ik eruit zie voor mijn haar. Ik had op zich mijn haar wel eventjes mogen doen, zie ik nu. Maar het gaat om de kleding. Dan gaan we verder met een set van Monica Geuze. Ik denk dat best wel veel mensen weten dat Monica Geuze onlangs een samenwerking had met Stronger. Of nou ja, een samenwerking. Ze brachten samen een collectie uit. En daarvan heb ik ook twee setjes. Om te beginnen deze sporttop. En ik vind dit echt een super, super mooie top. Want aan de voorkant is die gewoon heel simpel. Maar aan de achterkant is die dus helemaal mooi gekruist over je rug heen. Ik weet niet, dat maakt het toch een beetje sexy, een beetje vrouwelijk. Ik vind het echt heel erg mooi. En wat deze sporttop heeft is vulling. Dus voor de vrouwen die wat mindere borsten hebben of die juist wat meer stevigheid willen, die het niet fijn vinden om een top te hebben zonder vulling. Want deze tops hebben dus geen vulling. Zou ik deze echt aanraden. Er zit hier dus een stuk cup in eigenlijk. Gewoon wat je bij een BH ook hebt. En hij is heel erg stevig. Hij rekt wel lekker mee. Ik heb deze in een maat S ook weer. En ook deze is weer dubbel gevoerd. Dus je hebt hier de cup en hier zit de stof. Dat hij gewoon lekker dik is, dat niks doorschijnt. En deze sluit ook onderin weer aan met een elastieke band waar hier Stronger op staat. En daarbij zit ook een bijbehorende sportlegging die binnenste buiten zit. En dat is deze. Het is een zwarte sportlegging. Ook deze weer een mooie hoge band. En aan de achterkant zit hier ook een gat waar je bijvoorbeeld je sleuteltje in kan doen voor je kluisje als je bij een sportschool gaat sporten. Deze broek heb ik ook weer in een maatje XS, zodat die lekker mooi strak zit en aangesloten. En verder is het gewoon een hele simpele zwarte sportbroek, maar wel een hele fijne, simpele zwarte sportbroek. Dit is wel weer een beetje een ander stofje dan deze. Ik zal even kijken of er in staat waar het van gemaakt is. Even kijken. Deze tops en broeken zijn gemaakt van 94% polyamide en 6% elastine. En ik denk dat deze van iets anders is gemaakt. Ja, deze is van 77% gerecycled polyester en 23% elastine. Elastane, sorry.
Dus dat is het eerste setje van Monica Geuze. Ik zal even opzoeken wat deze kost ook weer. Deze set van Monica Geuze is de top 39 euro en is de broek 59 euro. Ik krijg het helemaal warm van al die sportset aantrekken. Maar dit is de volgende. Dit is die van Monica Geuze. Dit is de achterkant van de rug. Ik weet niet, maar ik vind het gewoon een hele sexy top of zo. Ik weet niet, ik vind het gewoon een hele mooie set. Ook die broek komt weer lekker hoog. Mijn navel die zit hier in de broek. Komt precies in dit gleufje. En hier heb je wel weer wat meer buik. Dus hou je er niet van, kan je er natuurlijk ook een t-shirtje overheen doen. Gaat wel het effect van je rug weg, wat ik juist wel mooi vind. En daar steekt een dingetje uit. Deze heeft dus weer wel vulling erin zitten. Het zit allemaal ook gewoon stevig. Kan er ook mee springen. Schuift ook niet door, als het goed is. De legging verder is gewoon heel basic, maar zit wel gewoon heel erg mooi. En de top maakt het weer een beetje sexy of zo. Dus volgende set. Deze heb je in drie verschillende kleuren. In het zwart, in het grijs en in het beige. En die heb ik ook. Die heb ik hier voor jullie. Zelfs nog in de verpakking. En dat is dus precies weer dezelfde broek en dezelfde top als die ik net in het zwart liet zien. Alleen dan in deze mooie beetje taupe, beige, zandkleur zou ik het noemen. Ik vind dit ook echt een hele mooie kleur. Misschien wat minder in de winter, omdat het dan al gauw een soort huidskleurig pak kan lijken. Maar of in de zomer of als je buiten gaat sporten, als je wat meer gekleurd bent, vind ik dit wel een heel erg mooi kleurtje. Ze hebben dus ook nog grijs, lichtgrijs. Vind ik ook heel erg mooi. Die heb ik hier op mijn telefoon. Ook echt een super mooi setje. En dit is dus weer gewoon precies dezelfde sportlegging. En daarbij ook weer dezelfde sport BH. Dat is deze. Ook weer gewoon simpel aan de voorkant. Maar mooi en sexy aan de achterkant. En bij deze kan je ook goed zien dat er van die cups in zitten. Super fijn voor vrouwen of meisjes die daar behoefte aan hebben. Dus dan zou ik deze top zeker aanraden. Hij zit mooi lekker strak. Zit goed om je heen. Je hoeft er in principe geen BH onder. Ik snap bijvoorbeeld dat je bij deze top nog een BH eronder zou willen doen. Maar bij deze is dat in principe echt niet nodig. Dus dat is deze. En ook deze kost weer 39 euro en de broek weer 59 euro. Maar je krijgt natuurlijk 20% korting met mijn code. Dan de beige kleur. En ik vind dit dus mooier als je ietsjes bruiner bent. Want als ik wat bleker was geweest, was het echt een beetje dezelfde kleur als mijn huid geweest. Nu vind ik dat het setje wel kan. Misschien van ver weg dat het lijkt alsof ik niks aan heb. Maar ook deze achterkant zit weer super mooi. Gewoon precies dezelfde top. Alles blijft goed zitten als ik spring en beweeg en doe. Dus met dit setje ben ik ook heel erg blij. Ik heb nog niet met deze set gesport, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben benieuwd hoe het allemaal zit als ik ga sporten. Maar ik denk dat dit ook wel heel erg chill zit. Dan gaan we verder naar iets van de nieuwe collectie. Ze hebben dus sinds kort een pastelcollectie. Die bestaat uit bikershorts, sporttops, sportshirtjes en lekkere truien. En ik heb een trui en een bikershortje daarvan uitgekozen. Dit is allereerst het bikershortje. Hier staat ook weer stronger op. Ook weer zo'n mooie dikke band. En ook weer een vakje voor eventueel een kluisjesleutel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf nog nooit in een bikershort gesport heb. Maar ik zie het superveel bij mensen. En mensen zijn er altijd helemaal lyrisch over. Omdat het in de zomer gewoon echt een stuk lekkerder is. Dat je niet zo'n lang stuk broek aan je hebt hangen, zeg maar. Gewoon lekker kort. En deze is gemaakt van 87% polyester en 13% elastane. En in een maatje XS heb ik die weer. En daarbij heb ik bijbehorende trui. Ik vind blauw trouwens echt een super leuke kleur. Voor mensen die me kennen, blauw is echt mijn lievelingskleur. Dus vandaar dat ik voor de blauw heb gekozen. Maar je hebt ook geel, oranje, groen en volgens mij blauw. Volgens mij zijn er vier kleuren. En dit is de trui. Het is gewoon echt een hele simpele, maar wel echt een hele lekkere sweater. Hij is lekker lang ook. Hij valt als je dit broekje aan hebt ongeveer tot net tot de helft van je kont. En aan de zijkant heeft hij dus een hele grote split zitten. Waardoor als je aan het sporten bijvoorbeeld buiten bent en je wilt nog even een trui aan, lucht het wel allemaal een beetje lekker door. Deze heb ik ook weer in een XS. Valt lekker oversized. Dus dat is deze. En van de pastelcollectie heb je dus zoals ik zei ook nog een sport BH en een sport t-shirt. Maar ik vond dit wel een heel leuk setje. Bikershort kost 49 euro. En de trui kost 59 euro. Dus dat is het pastel setje. Dit is het pastel setje. En ik ben echt verliefd op deze kleur. Ik vind deze kleur gewoon super mooi. Het is een beetje lichtblauw, maar ook een soort van lavendel er doorheen of zo. Trui sluit super mooi aan bij de nek. Armen zitten prima, zijn iets wat aan de lange kant, maar dat vind ik eigenlijk altijd wel lekker. Hij is ook heel erg zacht van binnen. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien, maar hij is echt mega zacht. En hij heeft dus hier aan de zijkant die split, dat het wel gewoon allemaal nog lekker door kan luchten. Dit is het
Bijpershortje ben ik ook heel erg blij. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik dat ga vinden met sporten van de zomer. Maar dat zal ik wel in mijn weekvlog een keertje laten weten als ik erin heb gesport. Ik vind het in ieder geval een super mooi setje en ik ben er heel erg blij mee. En dan gaan we alweer over naar de allerlaatste set eigenlijk die ik van Stronger deze keer mag ontvangen. Ik ben altijd echt super blij met de items die ik van Stronger mag krijgen. Dus net zoals deze keer. Maar nu, het laatste setje. Een setje wat ik nog nooit eerder heb gedragen. Zeg maar, ik heb al deze dingen nog nooit eerder gedragen. Maar ik bedoel een printje. Ik heb eigenlijk nog nooit een sportset gehad met een printje. En nu wel. En dat is een beetje een legergroen-bruin kleurtje. Met een soort ja, cheetah printje noem ik het dan, denk ik. Ik weet niet, een soort panterprintje, maar dan anders. Cheetah noemen we het gewoon. En dit is ook weer met een hele lange sportlegging. Ook deze heb ik weer, als het goed is, in een maatje XS, ja. Ook deze weer een lekkere strakke band. Heeft hier weer een gat zitten. En aan de achterkant staat er heel groot Stronger. Maar doordat de kleur van de broek wat donkerder is, valt het wel wat minder op. Voor als je daar dus wat minder van houdt. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd wat ik hiervan ga vinden qua als ik het aan heb. Ik heb het nog niet gepast, deze. Want ik heb dus nog nooit een sportset gehad met een printje erop. Maar ik vind het wel een heel erg leuk printje. En niet een heel opvallend printje. Dus dat is echt top. Dus dat is de broek. En dan heb ik daarbij ook nog de sporttop. Ik hou gewoon heel erg van setjes. Dus het liefst heb ik alles in setjes. En deze top is ook weer wat anders dan de andere tops. Deze top loopt asymmetrisch, noem je het volgens mij. Aan de ene kant heeft hij een normaal bandje. En aan de andere kant heeft hij weer van die dunne touwtjes. Hele mooie top. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Ook hier staat voorop weer Stronger. En ook deze heeft weer vullingen. Heeft weer cups. Dus in principe zou je hier denk ik geen BH onder hoeven te dragen. Deze top heb ik in een maatje S. En matcht lekker met de broek. Dus dit is het setje. Deze sport BH kost €49. En deze sport legging kost €69. En dit setje. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik van dit iets minder fan ben. Het zit allemaal wel gewoon goed en strak. Alleen, ik vind het gewoon iets minder leuk dat hier touwtjes zitten en hier zo'n band. Ik vind dan die set van Monica Geus bijvoorbeeld mooier. Dat je gewoon twee banden hebt. Maar het zit verder wel gewoon prima en lekker. De broek zit ook weer gewoon super mooi. Heel erg blij mee. Zoals ik zei, ik had dus nog nooit eerder een sportsetje met een printje. Maar ik vind het op zich wel leuk. Ik denk wel dat ik er met sporten een zwart shirt overheen zou doen. Dat het iets minder print is en dat je die bandjes niet ziet. Ik weet niet, ik voel me er heel breed door of zo. Maar verder vind ik het wel gewoon een mooie set. Hij zit ook gewoon goed. Gewoon een goed sportsetje. Ook deze komt weer lekker hoog, want mijn navel zit tot hier. Dus lekker hoog broekje hou ik ook van. En ja, dat waren alle items dus die ik van Stronger heb mogen ontvangen. Ik ben overal echt super blij mee. Ik vind de sportkleding van Stronger heel erg fijn. Het heeft een beetje een prijskaartje. Maar als je echt op zoek bent naar goede sportkleding, betaal je er eigenlijk ook al gauw wel wat meer voor. Ik ga nu eventjes alle setjes aantrekken. Dat hebben jullie allemaal al tussen de beelden door kunnen zien. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie favoriete setje is. Laat het zeker eventjes weten in de reacties welke jullie het leukst vonden. En of je zelf ook setjes van Stronger hebt en wat je hiervan vindt. Ben ik heel erg benieuwd naar. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En laat zeker in de reacties andere ideetjes achter voor leuke video's. Want ik heb er helemaal zin om lekker veel video's te maken. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel. Doei!